Ja, een onderneemster uit Almere heeft dit jaar echt een rampjaar achter de rug. En dat kwam niet alleen door corona. Iemand heeft het op haar gemunt. Een heel gek begin van de dag, zondag 21 maart in de wijk Noorderplassen-West in Almere. Meerdere bewoners moeten hals over kop hun woning uit. Bij een huis aan de Fokkeboom is die ochtend een handgranaat achtergelaten. En dat is niet snel gegaan. De dader heeft zijn tijd genomen. Die vroege zondagochtend om ongeveer 4:30 komt aan de overkant van het water bij de Fokkeboom een auto langzaam aan. Aan de licht is te zien dat de auto stopt en op slot gaat. Daarna komt deze persoon uit die richting. Het is een man die zich helemaal heeft ingepakt in donkere kleding met daarbij spierwitte schoenen. Vermoedelijk zulke hoge Nike's type Air Force One. Wanneer hij naar een van de huizen aan de Fokkeboom toeloopt, zien we dat hij stevig gebouwd is. Terwijl er binnen mensen slapen, stapt hij zo onder de carport naar de voordeur toe en gaat daar een granaat op plakken. Hij heeft er alvast tape op gedaan. Maar blijkbaar niet overdreven veel, want hij lijkt er hier niet gerust op dat het stevig blijft hangen. Hij neemt er de tijd voor. Als het eenmaal goed lijkt, gaat hij het vastleggen. Moest hij soms aan iemand bewijzen dat hij zijn werk had gedaan? Terwijl de man een foto gaat maken, zien we iets meer van zijn gezicht. En de witte tekst achter op zijn jas. Herkent iemand het? Nu maakt hij opeens wel haast. Iets meer dan hij zelf aan kan, zo te zien. Hij sprint verder naar de auto die op de splitsing van de giek en het dek staat. En weg is hij. Ja, de complete beelden waarop je ziet dat deze man echt een minuut lang staat te plakken, die staan vanaf nu op opsporenverzocht.nl. En we hebben nu een live verbinding met meneer Landshagen in Utrecht. Als iemand zo dicht met een handgranaat bij je staat als jij aan het slapen bent, dan kan ik me voorstellen dat je helemaal niet meer veilig voelt. Nee, zeker niet. En bij de bewoonster van dit huis aan de Fokkeboom in Almere is het hierna eigenlijk alleen nog maar erger geworden. Want amper 24 uur later is er namelijk ook een handgranaat achtergelaten bij haar werk. Nou, ze had op dat moment een kledingwinkel in Amsterdam aan het Bijlmerplein in Zuidoost. En op maandag 22 maart is daar 's ochtends vroeg dus ook een handgranaat gevonden. Ja, en dat gebeurde min of meer toevallig door een van onze collega's die daar 's ochtends een rondje liep. Nou, die granaat is gelukkig veiliggesteld, maar daarvoor moest dat hele drukke plein wel urenlang dicht. En dat heeft nog een staartje gekregen. Ja, de burgemeester van Amsterdam heeft in verband met de algemene veiligheid besloten dat de winkel van het slachtoffer dicht moest. Ja, dat is natuurlijk heftig, maar ook begrijpelijk. Want als het explosief was ontploft, ja, dan hadden onschuldige mensen gewond kunnen raken. Of nog erger. Nou, uiteraard werken we in dit onderzoek vanaf het begin al nauw samen met de Amsterdamse politie. We hebben zo ook beelden van diegene die de granaat daar bij de winkel achterliet. Heeft u eigenlijk al een idee of er dan dezelfde achter zit? Ja, dat weten we niet. We hebben het slachtoffer gesproken over ja, met wie ze een conflict zou kunnen hebben. Maar ze kent de persoon of de personen op de beelden niet. Ja, en natuurlijk speelt er financieel wel eens iets, hè, als je je eigen bedrijf hebt. Maar in haar geval ja, niet zoiets ernstigs dat je dit verwacht. Ja, dus we hopen dat kijkers ons meer kunnen vertellen over wie de persoon of de personen op de beelden zijn. Maar ook over wie dit deze vrouw zou willen aandoen. Overigens is ook de ruit van haar auto in die periode ingeslagen. En uiteraard willen we bij deze ook getuigen vragen om zich te melden. Dank voor de toelichting, meneer Landshagen. En hier komen de beelden voor u van dat Bijlmerplein. Dit is dus gefilmd op maandag 22 maart. Ook nu heel vroeg in de ochtend, 5:00. Hij loopt even de situatie te verkennen. Rechts in een nisje zit de ingang van de winkel van de bewoonster. Hij draait om en gaat dan net buiten beeld aan de slag. Ook nu lijkt het alsof als het klaar is, er iets met een telefoon wordt doorgegeven. Wie weet er iets over deze granaatlegger in Amsterdam of degene die in Almere dat explosief achterliet. Hij reed toen in deze auto. Tippen kan ook anoniem of vertrouwelijk.